rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. En wat zit erin? Een klein pakketje. Een heel klein pakketje met hele dikke bubbels eromheen. En een vrachtbrief. En een factuur. Maar dat is het enige wat erin zit. Beest en boel. Nou ja, dan moet je mij. Ja, dat is het toch, Corine. Met IE. Wat is het ook voor mij, zo'n hier opschrijven? Ja. Ja, dat ben ik. Is het? Zo, lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer een maandag, de 5e van de 6e 2023 en we leven om 13 minuten over 11. Ik heb even een broodje voor me staan, ik heb koffie staan, ik ga even een hapje eten, want ik ben gammel. Ik heb nog steeds veel pijn in mijn rug en mijn knie. Ietsje pietje minder dan het was, maar ik moet nog steeds heel goed uitkijken hoe ik ga zitten, hoe ik ga lopen, hoe ik ga staan en hoe ik ga liggen. Ook weer een rotnacht gehad, ook belde Karin al ultra vroeg en toen dacht ik eerst bij mezelf welke gek belt er zo vroeg. Het was al wel licht geworden, maar het was voor mij nog veel te vroeg om op te staan. En ik moest al wel bij tijd eruit, want er staat ook wat op de tafel. Jullie zien hem staan, een pakket. Ja, die gaan we vandaag ook nog openen met jullie. Maar ik moet eerst de meisjes uitlaten. Ik moet mijn startbewijs ophalen met mijn knipkaartje. En dat moet voor tweeën gedaan worden. Willy weet er al van en die kan erin komen. Dus ja, ik ga straks eerst de meisjes doen en dan ga ik even weg op de scootmobiel. En als ik dan weer terugkom, dan zet ik hem aan de lader. Ik neem even een hap. Want ik moet wat hebben. Want ik... Gaat ie? Nee, ik moet gewoon wat eten. Omdat ik dan anders beroerd ga worden. Dat moet meer weer niet. Maar die moet ik innemen nadat ik een broodje heb gegeten. En ik heb er nog eentje. Die kan ik ook beter innemen na wat te eten gehad te hebben. Dus ja, dat moet ik gewoon doen. Zo simpel als wat. En de dames die gingen tekeer tot en met dat ik dat pakketje moest ontvangen. Want... Ik hoorde een busje komen en ik was voor de helft aangekleed. Ik kon al wel naar buiten toe. Ik had denk ik mijn legging en die blouse aan. Mijn rok nog niet en dit shirtje eroverheen ook nog niet. Dus ja, dat moest ik nog wel weer even ook nog aangedaan hebben. Maar dat kon dus niet meer. Dus enkel in mijn legging en mijn blouse keuren. Ik was wel verder netjes op. Maar die man die heb ik niet gezien, want ik gaf het over de schutting heen aan. Maar wat ik niet begrijp is dat er in het bericht stond dat ik mijn handtekening moest zetten. Ik heb geen handtekening hoeven te zetten, dus ja, dat is iets wat ik al niet begrijp. Maar jullie weten dat ik het andere pakketje al heb gehad. Dat was, nou ja, dat was er al eentje, zei het lijkt op een broodrooster omdat er kleufjes in zitten, ja. Maar hier kan... het volgende bij in. Dus dat zullen we straks wel beleven. Ja, dan kan ik de zeeschijf weer op gaan ruimen. Maar ook dat weet ik nog niet hoe en wat er precies overgezet kan worden, weet ik veel. Dus ja, dan moet ik ook weer aan mijn liefdalige schoonzoon Roderick vragen. Oftewel, ja, hij wordt Ro genoemd. Maar, hallo mensen, hij heet Roderick. Noem het beestje bij de naam zoals die genoemd, behoort genoemd te worden. En niet met afkortingen zoals Ro. Nee, wat is Ro? Nee, ze is Karin zelf. Ze heet Karin. Een prachtige mooie naam, net een C. Wat doet ze? Zegt ze K. Nee,
K, dat is een letter. Je heeft geen K. K is een letter. Ja, en daar begint je naam nog niet eens niet mee. Nee, het begint met een C. Maar ja, iedereen moet dat voor zichzelf weten. Ik voor mezelf heb er een bloedje hekel aan. Ook heb er zo'n hekel aan. Noem de mensen bij de naam. Ook al is het nog zo'n lange naam. Lekker belangrijk. Hij heet of zij heet nou eenmaal zo. Ja, toch? Je gaat dat niet afkorten. Nee, vind ik zonde van de namen. Ze krijgen die namen niet voor niks. Nee. Nee, heer Rijka. Ga je toch ook niet Rij noemen? Nee, je heet Rijka. Een Elwing. Ga ik geen El noemen? Nee, die heet Elwing. Punt. Kandalf heet Kandalf en niet Kal. Dat ga je niet doen. Ja, daar gaat de telefoon. Dat is Mary. Dus ja, ik moet even ophangen, lieve mensen. Dus ik zou zeggen tot later. Zo, lieve vrienden. Ik heb mijn meisjes al uitgelaten. Ik ben daar weer van thuis. Ik heb even net bij een kamertje geweest. Ik heb even een schoonlaken van de bank gehaald van boven. Tenminste, die twee nieuwe kleedjes. Die ik bij elkaar leg op de bank. Een schoonlaken voor in de mand. Want vandaag wordt er hier beneden schoongemaakt. Omdat ik woensdag hier netjes wil hebben. Wordt het dus vandaag beneden gedaan. Simpel zat. Ik ga nu met de booster even weg. De telefoon gaat in de houder voor de rondtour. Neem ook even jullie mee. Want ik ga naar de plek toe waar het vanavond smorgende druk is. En dat zal nu nog wel rustig zijn en dat is nog, ja, er lopen daar mensen naar binnen ook om hun spullen te halen. Ja, die zelf. Ik heb wel een printer, maar ik heb geen inkt, dus kan ik uitprinten. Ja, ken je dat? En dan nog moet ik mijn kaartje waarin geknipt wordt, met zo'n tang, moet ik ook hebben. En die heb ik ook niet, nee. Dus ja, dat gaan we doen. En ik neem jullie gewoon mee, enkel ik ga daar dan binnen niet filmen, dat doe ik nou niet, nee. En vanavond zal ik, denk ik, het wel vergeten om hem uit te doen. Maar dat zien we dan wel weer, weet je. Dan zit hij in die houder. Maar of ik hem vergeet uit te doen, dat weet ik niet. Want het behoort wel, want het is, ja. Het is toch weer een gebouw waar je naar binnen gaat, hè. En dan moet je ook om die kleintjes denken. Buiten, oké, vind ik het tot daar aan toe. Maar van binnen, dan moet je er wel om denken. Dan heb je ook andere kindertjes erbij die de, ja, dan, ik hoef niet hun gezichtjes er allemaal op te hebben, weet je? Nee. Als het van achteren is, oké. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje met ons mee. En ja, ik verga echt nog steeds van de pijn. De ene keer denk ik van, nou, kom wel zo ver aan. En de andere keer denk ik, oh jee, nee. Maar oké, het komt thuis wel, denk ik, hopelijk wel weer goed. En anders moet ik het ermee leren leven. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet met ons mee. Tot later. Nou, ik heb mijn kaartje, mijn knipkaartje. De route heb ik nog niet. Vanavond weer naar binnen. Daar naar binnen. Ja. En dan krijg ik pas de route. Want Rutger heeft de route. En Rutger is aan het werk. Dus ja. En we hebben natuurlijk al bakkeren, de geluidstechniekjes hebben we al hier, ook die is met geluid al bezig. Ja, het moet allemaal geregeld worden en wij gaan weer gewoon, daar staan de dranghekken al. Die zijn allemaal nodig vandaag. Ik ga die kant weer op, lekker weer richting huis. Want ook zalm, hoe laat leven we? Tjoepa tjoepa tjoep. Het is 1 uur geweest op mijn horloge. 3 over 1. Ik heb het 6 over 1, maar ik ben 3 minuten voor, geloof ik, dacht ik. Dus Willy zal wel aanwezig zijn. Dus we gaan lekker die kant op. En dan komt alles goed. Ze zeggen tot straks. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, ik heb alweer een bak koffie op. En ook Willy heeft de koffie al op. Ja, ook die is weer in huis. Hey schat. Hoi. Hoi. Gaat ie goed? Jawel, we leven nog. Leef je nog? Mooi. Ja, nou ja, en zoals jullie weten had ik een doos binnengekregen. Oh shit. Een hele grote doos, groter dan de vorige. Dat ik zet jullie, als dat wil, gaat dat
Ja, dat gaat wel. Nee, dat gaat niet. Zo, maar nou wel. Ja, ik neem de doos even op mijn schoot. Dan kan ik hem beter openen. En natuurlijk, uiteraard. Ja, uiteraard. Moet je nog een sjaal? Een hoofdtooi. En wat zit erin? Een klein pakketje. Een heel klein pakketje met hele dikke bubbels eromheen. En een vrachtbrief. Een facteur. Maar dat is het enige wat erin zit. Ja. Tenminste, ja. En ik dacht dat er nog wat in zat. Maar nee, dat zit er nog niet bij in. Dus dat zal nog wel komen. Doe die even zo. Zo. Bubbeltjes erin. Nee, doe dat maar niet. Dat moet eventjes daarin blijven, want dat is... Ja, dat weet ik. Dat is zo... Juist. Ja. Want, wat zit daarin? Verrassing! Een harde schijf. Verrassing! Ja, en dat moet steeds weer ingepakt worden. Ja, dan zeggen ze minder plastic. Ja hoor. Ja, lekker hè? Minder plastic. Minder ja. plastic, ja ja. Wat nee, dat is niks voor Elwing. Minder. Ik moet ook een schaar pakken. Nee joh. Nee joh. Ja, dat moet eruit. Dat zit ook dicht. Het is helemaal dicht. Ik ga hem schoonmaken. Oh, ja. Wat doet ze nou? Wat doet ze nou, hé? Wat doen we nou? Gebruik je deze niet meer? Jawel. Dan moet hij weer in. Oh, wou net zeggen. Ja. Anders neem ik hem mee. Nee, ik moet hem weer gebruiken. Moet je, omdat dit zo teer spul is. Is heel teer spul. Ja? Ja. Zo. Maar je hebt geen computer, jij. Ik heb wel een computer. Oh. Had. En ik heb nu een laptop. Want ik vind het doodeng om hem ook vast te houden. Maar ja, jullie weten allemaal wel hoe een harde schijf eruit ziet. Nou. Maar ja, dat moet ik dus weer met behulp doen. Van mijn schoonzoon, Roderick. Maar ja, die heeft momenteel wel wat anders dan zijn hoofd dan zijn schoonmoeder te helpen. Nou, want... Ga je erin. Want die zijn auto is vannacht opengebroken, afgelopen nacht. Er is bij Roderick uit zijn auto gestolen. Nou, dat ding bizar erg. Hoe vaak moeten wij niet zeggen, blijf met je tentakels van allemaal spullen af. Ik mag hopen, van ganse harte, dat de dader gepakt wordt. Nou, echt waar. Ja. Nee, dat is niet voor Rijka. Nee, is een vrouwtje. Is een vrouwtje. Ja. Is een lekker vrouwtje. Juist. Ja, je zit in mijn mouw met je poot. Je krijgt geen blouse aan. Zo. Dus ja, ik vind dat gewoon zo bizar, zo erg, dat, ja, geen woorden voor. Karin die heeft het ook natuurlijk uiteraard zelf in haar vlog gedaan. Ik mocht er ook over filmen, maar ik laat dan haar de foto's over. Nou, ze zal het ook wel filmen, maar ik ga geen foto's erin zetten. Ik vind het zo bizar, zo erg, ik kan het niet overuit. Ja. Blijf gewoon van. Ze hebben allebei een mooie auto onder hun kont. En jij, je hebt een jaloerse mensen ertussen. Maar dan nog. Al ben je jaloers. Zorg zelf voor een eigen auto. Ga niet een andermans auto vernieuwen. Omdat je dat gewoon leuk vindt. Of grappig vindt. Of wat dan ook.
Nee, dat kan je niet maken. Maar ik hoop nogmaals van ganse harte dat de dader wordt gepakt en dat hij gestraft wordt. Op wat voor manier dan ook. Gewoon werken met je luie flikker. Je hoort het van een ander. Dat is mijn huishoudelijke zorg. Die werkt ook voor de geld. Dus doe dat zelf ook. En ga gewoon werken. Wat anders? Heb ik hier een wapen? Plastic. Ja, dat is een wapen, weet je dat? Dit, ja, plastic is een wapen. Ja, je kan iemand strotten, hè? Ja, bind het maar om zijn gezicht heen. Handjes eerst vastbinden. Op een stoel of wat dan ook. Ja. En dan net om het gezicht. Nou, die smoort erin. Stikt in zijn eigen lucht. Een pijnlijke dood. Maar het is wel zo. Maar ja, daar hebben we het niet over. We gaan het over leukere dingen proberen te hebben. En dat is sowieso dat we vanavond David daar zo weer hebben. Ja. Maar in ieder geval, blijf met je poten van andermans spullen af. En ik denk dat het nog niet het laatste is wat ik erover gezegd heb. Want zelfs ik heb er vannacht om liggen te huilen. Is niet eens niet mijn ook. Nee, maar wel van mijn schoonzoon. Ja. Nog weer een doosje. Nou ja, in ieder geval. Lieve vrienden, het is bizar. Maar ja, geniet, probeer te genieten van jullie dag. En geniet een beetje met ons mee. Het enige wat ik wel weet, in Den Haag schijnt de zon. Daar is de lucht blauw. Maar hier, de zon is ver weg te zoeken. En blauwe lucht. Het is hier bewolkt, grijs en grauw en het is scherp, de lucht. Doet zeer aan je ogen. Ja. Maar oké, maakt allemaal verder niet uit. Ik zou zeggen, geniet. En geniet een beetje mee. En loop jij met andere mensen? Nee. Want ze zeggen dat jouw eerste dag er dus al af is, dat kaartje. Heb jij hem al opgehaald? Dat horvenkaartje dan. Dat horvenkaartje. Ja? Dat gaat me om de route. Die heb ik niet. De route van, oké. Okay. Ga ik die even ophalen? De route van 10 kilometer. De route van 10 kilometer. Die gaan we opzetten. Ja, even een beetje allemaal in de war. Waar hier ook. Maar in ieder geval. Deze dag vooral met open. Volgens mijn familie kan ik niet eens die gedachte zeggen. Zo druk is het. Zo wordt er hier geschreeuwd. Door alle kanten. En ik zeg even van dat het niet goed lukt. Dat graag wel even stoppen en buiten. Dat is wel leuk. Want dat was vorig jaar een keer. En dat is echt niet te doen. Dat is gewoon gebeurd. Ja, we zijn op de dijk aanbeland en ik zit met tegenlicht van het zonnetje. Maar dan komen de eerste weer aan en jullie hebben mij net even zien stoppen. Nou, dat was dus bij mijn broer en mijn schoonzus, want ik moest eventjes ja, iets doen. Maar de kippetjes van mij niet doen. Dus ja, dan komen de eerste nogal weer aan van de 10 kilometer. Dus woepie de woepie de woepie. Denk ik, wacht hier maar even. Want ja, ik moest echt even zo nodig. Ik denk, ik ga daar maar naartoe. Vlakbij. Dus ja, wat wil je nou nog meer? Hè? Ik zie niks. Thank you.
even naar de YouTubers. Komt op YouTube te zijn de tijd. Andere week denk ik. Even zwaaien! Yay. Komt allemaal op YouTube! Oh, oh nou mooi! Ja! Zitten. Ja. Nee, niet ja, waarom gaan jullie er dan bij zitten? Omdat we hebben meer energie. Corina? C-O-R-I-E-N-A. En dan vraag je het even naar een ander.
Wat is het? Ze wil mijn naam in type van YouTube. Ik wil met je leven een beetje langzaam. Wacht even, dan zal ik even in mijn bril. Ik ben anders niet. Hoe kan u de weg wel zien? Nou, dat zie ik wel. Corina. Ja, C-O-R-I-E-N-A. Ja. En de beestenboel. De beestenboel? Ja, en de beestenboel. Jammer dat we vandaag niet beesten. Beestenboel. Nou ja, dan moet je mij... Ja, dat is het toch, Corine. Met IE. Wil je dit ook voor mij doen hier op schepen? Ja. Ja, dat ben ik. Corine. En de beestenboel. Corona. Ja, dat pakt toch. Dat pakt de mobiel zelf. Waarom hebt u zoveel abonnees? Nou ja, omdat ik het goed doe, misschien. Ja, ik doe het heel goed, ja. Dankjewel. Hoe doe je dat, Mies? Nou, niet goed. Ja, maar ik moet dat goed. Ik moet je op Facebook en YouTube zetten. Ja, zoals jullie zien zijn we al bij het punt aanbeland waar we ook gestart zijn. Dus ja, en dan is wachten op mijn kaartje en mijn nieuwe route voor morgen. En ik ben toch wel zat en moet straks nog met een meisje lopen. En dan denk je van dat we het laatste zijn, maar nee, we waren niet de laatste. En hoe laat leven we nou? 19:56. En de tijd dat we vertrokken was ongeveer 6:00. Ja. Yeah.
Ik denk, ik ga hier maar ook naartoe. Nou, slaapruimte. Nee. Anders vergeet ik het weer, je Facebook en zo. Oh, hoi. Zie je dat ik veel heb? Dat ik met mijn mobiel erin zat. Zat hij te kijken, hij wou het niet geloven. Nee. Maar ik film gewoon. Ja. Daar is het toch voor? Absoluut. Ik ben een YouTubester. Ja, zo noemen we dat, hè? Of een vlogster. Ja, je film mij nou, het kost wel geld, hè? Privacy. Nee. Privacy. Ja. Buiten. Nou, ja. Grapje hoor. Maar wat is je Facebook? Dat is YouTube. C-O. Ja, Corina was het, hè? Ja, met I-E. De beestenbol. Nee. Corina. Corina. Ja. Luisterburg. Jij zit stil. Niet doen. Luisterburg de Jong. Wel een spatie ertussen. Hè? Wel een spatie ertussen. Tussen Luisterburg? Nee, Luisterburg. En dan spatie? Spatie de. Spatie Jong. De. Dat is één naam. Mijn man heet ook zo. De. En dan spatie. Jong. J-O-N-G. Jaycee, wil je stoppen? Als ik even een fiets zou. Love, Katja, love, hart of zo? Ja, dat ben ik. Kijken. Oké. Nou, en ik heb heel veel groepen. Oh, je kan Margarine ook, Margaret Riemens. Die hebben we gemeenschappelijk als vriend. Hallo. Margaret. Ze is een vriendin van mijn moeder geweest. Leuk. Ja. Ja, maar ik heb een groep dat heet... Hoe oud ben je? Bijna 66. Oh, ja. Ik heb een groep. Ik heb een groep die heet de Club van de 50-plussers. Oh, okay. En dan heb ik nog een groep die heet de Babbelaars. Okay. Dan heb ik een groep die heet Steunpunt Nederland. Dan heb ik een groep condoleanceregister. Oh, ik heb zoveel groepen. Een heleboel. Zo, lieve vrienden. We zijn er alweer reeds thuis. Ik heb de meisjes ook al uitgelaten. Maar jullie willen niet weten hoe moe ik ben en hoeveel pijn ik heb. Maar het was beren leuk. Het was beren gezellig. Dus ja, enkel dat ik was vergeten, want mijn mobiel die zat in de houder en op de dijk aangekomen, heb ik die uitgedaan omdat ik deze erbij pakte. Ja, en ik heb hem toen weer vergeten aan te doen. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik eenmaal ergens anders reken. Ik oh shit, mijn telefoon is nog donker, ik zie niks. Ik denk ja, vergeten aan te doen. Dus ja, een gedeelte eventjes van de route gemist, ja. Kan gebeuren, daar ben je mee eens voor en geen robot. Ja. Ook heb ik telefoon gehad, al twee keer, want ik heb er net gekeken, was Karin, wie het nou is, weet ik niet. Misschien weer Karin, maar ik kan ook een ander wezen. Dus ik ga zo even kijken, maar ik ga eerst een bakje koffie maken en nog een broodje maken, want daar heb ik wel zin in. Voor de rest zal ik zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Met hetgeen wat jullie gaan doen. Verlaat op de avond wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten dat God houdt over ons allen de wacht. Dus ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.